Groningen ergeren zich kapot aan Marokkaanse asielzoekers die nou ja, rovend door de stad trekken. Begrijpt u die zorgen? Ja, ik erger me ook kapot. Die mensen komen, uh, vaak hebben ze al in andere Europese landen gezeten. Dus ze weten dat ze geen asiel krijgen. En ik vind het asielsysteem voor echte vluchtelingen. Voor uh, kinderen en gezinnen uit Syrië die moeten vluchten voor oorlog. En niet voor hen. Zij maken er misbruik van. Uh, dus wij zullen er alles aan doen om duidelijk te maken dat je voor dat soort gedrag niet welkom bent. Uh, en dat we uh, zo snel mogelijk zorgen dat die instroom uh, weer daalt. Ja, waarom komen zij nog steeds naar Nederland? Want ze hebben geen kans op asiel. Er gaan we wel wilde verhalen over uh, regelingen en geld dat ze kunnen krijgen. Ja, klopt dat ook? Is dat ergens op gebaseerd? Nou, er zijn regelingen, terugregelingen. Maar dat is niet dat je dat automatisch krijgt. Maar dat beeld zou wel kunnen bestaan. Daarom zullen we die regeling zoals die was, ook schrappen, zodat het duidelijk is voor iedereen. Uh, Mochten ze dat al denken dat er hier geen zak geld op ligt te wachten als ze langskomen en uh, weer weggaan. Um, wat er ook vaak aan de hand is, is dat ze al in een ander land zitten, bijvoorbeeld in Duitsland, dat ze daar nu eindelijk aan de beurt zijn en uitgeprocedeerd zijn. En dat ze denken, ja, dan ga ik het in Nederland proberen, want daar heb ik weer opvang en kan ik weer een tijdje in de opvang zitten. Nou, dat soort zaken zijn we nu allemaal onder de loep aan het nemen om te kijken hoe we dat kunnen, uh, kunnen aanscherpen, uh, zodat we dat zo onantrekkelijk mogelijk maken. Want ja, voor echte vluchtelingen is Nederland uh, open, maar niet voor deze categorie. Ja, het is één ding om ze dan geen asielstatus te geven. Maar als ze die niet krijgen, dan moeten we ze ook wel uitzetten. Maar dat gebeurt heel vaak niet. Werkt Marokko daar nou niet goed aan mee? Nou, we hebben inderdaad. Marokko is een land waarbij het minder soepel gaat. Hè? We hebben een paar maanden geleden zagen we allerlei mensen uit Albanië. Nou, als ik daarmee de Albanese overheid belde. en ik zeg: Ik heb een vliegtuig vol <coughs> Albanese die het geprobeerd hebben, die moeten terug. Dan uh, kon dat ook. Marokko is ingewikkelder, daarom zullen wij ook uh, als kabinet weer met Marokko uh, gaan praten om te zorgen uh, dat dat beter gaat. Het is ook in hun belang, uh, denk ik, dat het uh, mensen die hier gewoon mogen blijven, Marokkanen, dat die gewoon hier prima uh, kunnen leven. Maar dat de mensen die hier voor rottigheid komen, dat die ook weer verdwijnen. Uh, en verder zullen we alle mogelijkheden bekijken die we hebben om het, uh, om het zo scherp mogelijk uh, te stellen.